zijn we het zonnetje die schijnt. Daar komen de meisjes aan. Gaan we kijken. Gaan we jou helpen? Dat wordt Timmer idee. Luxie die is met zichzelf draaien. Vlinder geworden. Priscilla. Zo. Zo, nou. Hier hebben we ze. Hier is onder voerende paard. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En Luxie heeft een croissantje. Wij zijn heerlijk wakker geworden in het leuke huisje in de Landal in Aalden. En we hebben visite, mijn zusje en haar man die zijn overgekomen met Danai. Nou, we zitten met z'n allen aan het ontbijt. Een hele familietafel hebben we hier. Goedemorgen. En we hebben lekkere verse bolletjes op tafel staan. En een lekkere verse jus de rans op tafel. Een woezel. Heb je lekker geslapen, jongen? Goedemorgen. Lekker geslapen, hoor. Een zusje. Nou, we hebben nog even een soort afscheidsontbijtje met mijn zus en Anthony en Danai. Want die gaan straks weer terug naar Londen. Luan smaakte, jongen. Want Luan die heeft de hele tafel gedekt, hè? Ja. Toen we vanochtend beneden kwamen, had hij alles al op de tafel gezet. Top, jongen. Supergoed gedaan. Dank je. Voordat wij Iris en Danai en Anthony weer wegbrengen, nog even Sammy knuffelen. Nou, Iris, was gezellig. Bedankt voor je komst. Goeie reis en tot gauw. Dag, lieve Danai. Goeie reis. Daniel die brengt tante Iris, oma Anthony en ons nichtje Danai naar het station hier. En die gaan dan weer terug met de boot naar Engeland. Voor degenen die ons al langer volgen, die denken, ze wonen toch eerst in Noorwegen. Dat klopt. Maar oma Anthony die komt uit Engeland en ze hebben besloten weer terug te gaan naar Engeland en daar te gaan wonen. Dus ze wonen alweer een tijdje in Engeland. Was superleuk om eens eventjes vluchtig bezoekje te hebben. Het was niet heel erg lang, maar wel altijd heel erg leuk en fijn weer even met mijn familie ook weer te zijn, zeg maar. Omdat toch meer een deel wat buitenland woont. En vandaag hebben we gewoon weer lekker een chill dag hier in ons gezellige bollohuisje. Ze zijn bellen aan het blazen. Ja, we zijn bellen aan het blazen. Maar we kunnen wel straks gaan kijken, jongens, bij de Bollo Club. Vinden jullie dat leuk? Ja! Ja? Misschien kunnen we leuk. Zag er wel weer hartstikke gezellig uit. Maar volgens mij is Luan druk bezig met zijn box. Ja. Luan heeft natuurlijk ook zijn box meegenomen. Wauw, die zijn mooi. Baby Shark. Baby Shark. Mommy Shark. Mommy Shark. Mommy Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. Wat doet ze nou? Als het goed is, hebben jullie de mooie droombeeldjes gezien van Daniel die naar buiten nog met de droom in de lucht hangt. Wel altijd leuk om eventjes te kijken hoe het allemaal van boven eruit ziet als we ergens op vakantie zijn. En vooral met dit mooie heldere weer is het even leuk om te zien. We gaan naar het atelier. Ze hebben hier een superleuk atelier bij de plaza, zeg maar. En daar hebben ze een bouwplaats. En daar gaan we dingen knutselen. Wat precies, dat weet ik nog niet. Maar het zal eindeloos veel knutsel gebeuren zijn. Want we hebben gisteren een beetje gekeken. Je kunt er echt van alles doen. Zeg, Lixie, dit doet. Dit doet. Op naar... Let's go! Nu zijn we met lopen en we gaan naar de werkplaats en dan... Gaan we knutselen? Ja, en knutselen. Het zonnetje die schijnt heerlijk en het is al een beetje ijsachtig. Kerst is al geweest, maar we zien inderdaad een beetje ijzig overal liggen op het gras. Dus dat is wel mooi natuurlijk, hè, als het nog een klein beetje gaat sneeuwen. Maar we zijn er bijna. Daar ergens moeten we zijn. Ja, dit is Luxie. Luxie die is in de acrobaten op de kinderwagen. Zie je dat? Ze doet jou een beetje na. Ik kan dat ook. Kan jij dat ook? Ja, ik zie het. Wat gaan we doen, Luxie? Gaan we staan? Ja. Ga je ook lopen? Ja. Geef Lucilla maar een handje. Ja, geef maar een handje. Goed zo. Nou, op naar de bouwplaats van Bollo. Daar komen de meisjes aan, hoor. We zijn er bijna. Kijk, daar moeten we zijn. Nou kinderen, hier moeten we zijn, hè? Hier is het. Kijk, daar is het atelier. Gaan we kijken, wat is dat? Dat ziet er gezellig uit. Hi. Hallo, hoi. Kijk wat leuk.
natuurlijk. Hier heb je allerlei werkbankjes. Oh, kijk eens, Luan. Allemaal spijkertjes en schroefjes en dingetjes. Keurig toch? Oeh, wat leuk. Wat vinden jullie leuk? Die windmolen, vind je die mooi? Dat is inderdaad wel een hele bijzondere, hè? Kijk, en dan kan je het hier helemaal gaan zagen. En hier heb je ook allemaal gereedschap. Oh, jongens, dat is wel heel leuk, hè? En je kunt ook een raceauto maken. Hey, of een vliegtuig, Luan. Of een robot. Heb je ook nog? En papa, zie je er ook wel bij? Dat is het makkelijkst. Ja, dit is eigenlijk in elkaar zitten en lijmen. Een vliegtuig ziet er ook wel leuk uit. Ja, deze met zonnecel. Het enige wat je moet doen is inderdaad wel aan elkaar connecten. Maar dit is ook in elkaar zetten. Wat wil jij maken? Jij wilt een vlinder? Luxie, wat wil jij maken? Wat Luxie ook wat maken? Ja? Kan ik jou helpen? Het is allemaal gereedschap, hè? Hé, wat wil jij maken, Lucilla? Vlinder! Lucilla wil de vlinder maken. Ja. Kijk, Lucilla wil deze gaan maken. En Luan die wil deze gaan maken. Dat wordt Timmerie deze vakantie. Het meisje zegt, ik heb het al heel vaak gedaan, kinderen. Dus wat maak ik? Daniel die besteedt het liever uit, maar het ziet er wel heel leuk uit. Het is doe het zelf. Dus als het goed is, als je IKEA aan de kaart gaat zetten, moet dit doen. Kan jij dat? Dat kan ik wel beter, ja, oké. Okay. Je moet bij nummertje 1 zoeken. Dus dit is vakje nummer 1. En dan zoek je ook weer het andere nummer 1. Dat heb je goed gezien, hè? De motor die gaat draaien op de zinnen. Heb jij hem al? Ja, dat is wel, hè? Deze is nog best wel heel erg ingewikkeld. Nee. Dan moeten we dit met de plakken en vastmaken. Nou, eerst eens kijken. Luxie die is met de krukjes in het schuiven. Ja, dat is een schatje. Kijk, Luan, waar moet die op? Schuif hem erop. Hier. Cool. Ja, wat mist er alleen op de wielen? Alleen op de wielen. Waar zitten de wielen? Dat is de... met een stokje als het goed is. Oké. Nou, doe ik het erin. Jij duwt het aan. Ja, dat is het. Kijk. En dan moet je het zonnepaneeltje bovenop doen. En als je dan zon krijgt, dan gaat het propelletje gaat dan uit zichzelf draaien. Ja. Snap je? Hier moet je hem opleggen. En ondertussen is Lucilla natuurlijk gaan tekenen. Want die vond dit een iets te moeilijk werkje. Dus daar gaan we zo nog even naar kijken, schatje. Nou, daar is hij dan. Helemaal klaar. Mooi jongen. Nou moet hij alleen even de zon erop schijnen. En dan kan hij hopelijk de lucht in. Nou, kijk, dan moet hij zo. En dan moet hij zo hebben en dan gaat hij zo. En dan gaat hij draaien. Ja, leuk hè? En dan staat hij voor de zon. Goed gedaan. Jongens, heel goed gedaan. Papa, kan je nog even meehelpen met dit werkje? Ik wist dat mama zo wel. Kijk, want dat is nogal een puzzeltje. Met alle nummertjes en dingetjes. Mama wordt er een beetje kriegelig van. Mama heeft er toch even hulp bij of haar? Dat scheelt een hoop. Even mooi. Ook met zonne-energie. Ja. Hallo liefie, zit je hier lekker rond te kijken? Ja, Luxie zit hier lekker rond te dwarrelen. Die loopt overal heen en weer. Er zitten overal kindjes en andere mensen lopen. Dag schatje. Dag. Kijk, en dan moeten we die gaan zagen. Ja, deze wel. Oh ja. Oh ja. En Luxie ook een molentje. Luxie ook een molentje. Dat is Luxie een vriendinnetje aan het maken. Hé? Luxie die was vriendinnetjes aan het maken hier, hè? Die loopt gewoon een beetje overal rond. Ze ziet overal kindjes lopen. Okay. Oh, laat die maar licht, schatje. Kijk, dat wordt een vlinder. Luxie krijgt een mooie vlinder. Figuur zagen. Luxie ook een molentje. Mooie schat. Wil je een tekening maken? Wil je een tekening maken? Ja. Oh, Luxie wil een tekening maken. Kijk. Zet hier een blaadje. Kijk eens. Die. Doe maar tekenen. Kijk. Luxie maakt een tekening. Schatje. Ja. Voor een lange baan. Nou. Oh.
lastig nog, hè? Mijn man vroeg op school alle belling gaan. Hier op het lijn. Oh, sorry meneer, maar hij is toch ook rond? Daniels lievelingsvak was alles behalve handenarbeid. Ja, kijk dan. Zie je eruit? Dit mag eigenlijk niet, maar wat is? Daniel, niet doen. Oh, op het lijntje? Op het lijntje? Als de meeste dit al zegt. Het gaat goed met je vlinder varen, hé. Hey, dat is niet echt doe het zelf, maar papa heeft dit wel tot nu toe met jou gelukt, hè, Luan? Kijk. Alleen moeten we nog die gaatjes strussen. En deze is nog voor Lucilla, hè, Lu? Dit is de vlinder geworden, Lucilla. Is dit mooi? Alleen moet hij nog even op. Ja, hij moet nog even opdrogen. We hebben er nog wat lijm in gedaan, dat hij wat goed strak blijft zitten. Maar hij is wel mooi geworden, hè? Luxie komt ook even kijken. Luxie komt ook even kijken. Nou, deze twee dan nog. Ja, en dan moeten we nog even gaan zagen. Ja, de zaag. Waar is de zaag, jongen? Waar is de zaag, kerel? Waar ligt de zaag, jongen? Heb je hem? Ja. Goed zo. Die is van papa, hè? Kom maar, Luxie. Gaan we kijken. Kijk, daar heb je. Heeft hij de zaag gehaald? Volgens mij worden dat de wieken. Ja, de wieken. Gaan we plakken. De wieken. Ja, is dat midden? Moet je even kijken. Even. Waar is het midden van het lunchje? Ik ga zo meteen gaan vastlaan, hè? Maar we gaan eerst samen deze erin maken. Okay. En dat ga je zelf doen. Ja? Dan gaan we de lijmstof aanwerken. Ja, lekker smeren met lijm. Ja? En die ga ik erbij pakken. Is dat goed? Ja. Stop, kom ik zo aan. Dat is een lijmstop. En die zit hier met een draadje in het stopcontact. Ja, een hele grappige stopcontact. De stopcontact die komt hier uit de lucht. Deze heeft een hele grote zonnepanelen. Ja. Het vliegtuigje heeft ook zonnepanelen. Alleen die molen die heeft een groter zonnepaneeltje nodig. Dit zijn de wieken. Die gaan we er zo meteen in doen. Dit is de voorkant. Zie je deze twee streepjes? Ja. Ja? Oeh, Lucilla. Huppa. Dat is een mooi vliegtuig. Straks gaan we op de groenweg kijken. Is dat goed wat we doen? Ja. Wat is dat weer? Ben je nog goed lijmen, joh? Doe het maar. Ja. 1, 2. En is dat weer. Zo. Nou, Luan, dan doet hij het. Ja. Zo gaan de wieken. Ja, en hij doet het. Yes, geslaagd. Hey, geslaagd, jongen, boksie. Wat zeg je dan? Ze doen het alle drie, mama. We zijn geslaagd. Nou heb je wel een tosti verdiend, Lu. Toppie. Nou, na 2,5 uur in de atelier het hebben gebouwd. Dus hebben we hebben flinke trekken. Gaan we trekken naar buiten. Dus gaan we hier maar even lekker eten. Oh, zo. Die zijn eens een mooie bouwers. Zo. Nou, Luan die loopt over de dijk terug naar huis. Weg, jongen. Ja. En de meisjes, dat is goed. We zijn weer bij ons huisje nummer 109, hè. Zo, wij zijn weer lekker in ons huisje. Daniel is even nog de honden uitlaten. En Luxie even lekker in slapend wandelen in de kinderwagen. En de kinderen die zijn lekker hier op de bank geploft. Want we zijn een kerstfilmpje aan het kijken. Dus we chillen hier nog even lekker op de bank. Voor een kerstfilmpje. Oh, je bent aan het waterverven. Knap hoor. Daar hè. Oeh. Netjes hoor. Zo, papa heeft even een lekker vuurtje aangestoken. En Luxie heeft net even lekker slaapje gedaan in de kinderwagen. Ja, je bent aan het spelen met het cadeautje wat je kreeg van je nichtje daarna, ja. Zou je dat doen met de zusjes? Nou, voorbij is het tijd om de avond eten. Zo, nou. Daar is Bollo weer. Hé, en Bollo heeft kerstlampjes aan, Luifje. Zie je dat? Ga maar eens even kijken. Hoi, hallo, Edeltje. Het buitje zit te vliegen. Nee, waar is ze nou? Echt waar? Bollo is niet thuis en ik zie kerstboompje. Goedendag, Bollo-huisje. Ah.
was even een paar minuutjes in de auto. We zijn hier aangekomen bij het pannenkoekenrestaurant. Ik heb een heel ouderwets, jongen. Een heel ouderwets pannenkoekenrestaurant. En hier gaan we naar binnen. Hier hebben we ze. Boer en een boerinnetje. Kijk eens, wat knus. Oh, alsjeblieft. Ach, wat schattig. Kijk dan. Hier stonden vroeger de paarden. Of de koeien. Maar wat stonden hier vroeger? Wat zou die hebben gestaan? De paarden? Koeien. Koeien? Ja. Leuk, hè? Dan gaan wij nu een pannenkoekje eten. Hoe oud is deze boerderij? 400 jaar. 400 jaar. Kinderen die hebben een speelhoekje gevonden. Oh, Luxa. Wil je blokjes op de grond gooien? Wil je de blokjes op de grond gooien? Ja, dat is een telraampje of een alfabetraampje. Dat zijn de stoeltjes. Oude schoolstoeltjes. A, B, C, D, E. Oh, E, F, G. Ik ben niet in de speel, daar zit papa en mama. Hier is Luxie. Ja, hi, hè. En ik kan even Luli naar mij draaien. Zo. Zo. Hier ben ik. En hier zijn de... Mijn vader heeft ook zijn plekje gevonden. Ja. Mama, ja. Ja. Wat is Lucien doen? Nou, Lucilla vermaakt zich met de auto. Dus Luxie zo een pannenkoekje. Dus Luxie een pannenkoekje. Ja, bij papa, ja. Dus jij ook een pannenkoekje? Pannenkoekje. Wat ga je doen? Zachtjes, Luxie, zachtjes. Kijk, man, ik heb een eel gemaakt. Oh, mooi, liefie. Heel mooi. En die gaan we... Toet, toet, toet. Ik zie. 1, 2. Hoppatee. Dat is een lekker, want wat boerenbus. Ja. Vond je het hier al leuk? Vlog, even. Dankjewel. Dank je wel. Niet te abonneren en klik op het belletje. Dan zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem, boem, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee.